zijn op dit moment in de studio omdat we de foto gaan maken voor de poster van de nieuwe musical Hoe overleef ik zonder liefde, de opvolger van Hoe overleef ik mijn eerste seizoen. En het is voor mij weer voor het eerst dat ik Rosa ben. En het voelt wel vertrouwd, moet ik wat zou zeggen eigenlijk. Fotoshoot is inmiddels alweer een tijdje geleden en op dit moment zijn we bij het ontwerpbureau waar de poster voor Hoe overleef ik zonder liefde wordt ontworpen. En dit is ook de plek waar de boeken en de tijdschrift worden vormgegeven. Dus dit is een plek waar ze heel veel van Hoe overleef ik weten. En ik heb een afspraak met Alexandra en zij is op dit moment bezig met de poster. En ik ben echt super benieuwd, want ik heb nog helemaal niks gezien. Dus het wordt heel erg spannend. Ja, zoals de originele is. Van de kaf van het boek. Ja, zo komt het boek ook uit te zien. Maar hier natuurlijk wel eens helemaal niet in de toch leuk. Ja, niet zeker nee. Dit is de plek waar de poster uiteindelijk gedrukt wordt. Dus nu kunnen we het echte resultaat gaan bekijken. En hij ligt hier dus ergens tussen alle andere theaterposters. Dus ik ga even kijken of ik hem kan vinden. Ik denk dat ik hem zie. Ja hoor. Hier is hij. Wow, dit is echt zo groot. Nou, het is echt super mooi. Wauw. Het is wel heel anders dan op een scherm.